Beste kijkers, welkom weer een aflevering van Anouar. Ik heb achter mij een keukentje die ik helemaal anders ga aansluiten. Mijn rioleringsniveau is hoger dan mijn keuken, dus ik heb een probleem. Het water moet naar boven gepompt. Maar ik heb een oplossing. Ik ga hier een pomp plaatsen. En ik wil niet zomaar een pompje plaatsen die heel snel verstopt. Ik ga zo'n speciale bak plaatsen. Het grootste voordeel hiervan is dat de pomp veel langer mee blijft doen. En hij verstopt niet zo snel. Dus ik ga je vandaag laten zien hoe je dat heel simpel zelf kunt oplossen. Het is allemaal niet zo moeilijk als je maar weet hoe. Laten we starten. Voordat je de boiler ontkoppelt, moet je natuurlijk wel het water afsluiten. Door de jaren heen zijn er heel veel lekkages geweest. Het kastje is een beetje beschadigd. En dit komt door heel veel verstoppingen en lekkages zijn geweest. En dat komt doordat de afvoer niet goed op afschot loopt. We gaan het helemaal anders aansluiten. Ik ga een stukje water toevoerleiding ga ik aanpassen. Ik ga eerst omhoog en dan kom ik hierheen met een bocht. En ik plaats hier de inlaatcombinatie. Dat is een stuk makkelijker, zodat je hem heel makkelijk kunt afsluiten bij calamiteiten. Of als je gewoon het warm water wil afsluiten, dan zie je gewoon hier lekker voor je. En dan kun je zo meteen lekker in het bak lozen. En dan doen we daar ook nog eens een theestukje. En dat is gelijk de toevoer voor je kraan. Oké. Een beetje schuren. Zo. Klein beetje hoor, is meer dan genoeg. Zo. En je ziet hier dus dat PVC een beetje wittig is geworden. Dat moet je wel goed schuren en ontvetten. En dan pas verlijmen. Ga ik eerst een afsluitje erop plaatsen. Is gewoon lekker makkelijk. Zo. Kan de wasmachinekraan erop. Dit is een beluchte kraan met een terugslagklep. Ja. Dan gaan we deze vast erop draaien. Nou, dan gaan we buigen. Nou, we gaan eerst omhoog. Dan gaan we opzij. En dan gaan we opzij. En dan weer omhoog. Dan gaan we meten wat we moeten buigen. En we meten altijd vanaf het hart van het buis. Ik zie nu 31,5. Mijn beugel komt op 2,5. Dus dat is 29,5. Wij gaan 7 centimeter omhoog. 7 centimeter. Hier wil ik hem hebben. Nou, hij is 50 hard. Dan gaan we 2 centimeter af. Is 48. 48. En we gaan 7 omhoog. Hop, hop, hop. Oké, we gaan nu buigen. We gaan eerst 7 omhoog, maar ik teken hem nu op 10 centimeter. Dan heb ik nog even een beetje speling om af te snijden. Mijn buigstraal van mijn buigtang is 5,5. Ik ga 90 graden bocht buigen. Dat betekent dus dat ik 5,5 terug moet regelen. Dus dan ga ik vanaf dit streepje 5,5 terug. Nou, dit streepje zit ik precies gelijk waar mijn bocht begint van mijn buigtang. En nu weet ik zeker dat het hart van de buis op 10 centimeter komt. Dus doen we zo. Hop. Even kijken. En dan gaan we buigen. Oh, vleesnoertje. Zo. En dan gewoon buigen. Kijk. En als ik het goed heb gedaan, zou mijn buis nu precies op 10 centimeter moeten zijn. Even meten. En hij is precies 10 centimeter. Dan zeiden we, dan gaan we 29,5 opzij. Dan ga ik nu tekenen waar het bochtje moet komen. Ik zet altijd iets rechts tegen mijn buis aan. Het kan ook een waterpasje zijn. Hou wel rekening met de dikte van je buis. Ik heb 15 mm. Dat betekent 7,5 mm. Ik moet hem om 29,5 uittekenen. Dat betekent dat ik hem op 30,2 moet aftekenen. Dus dat is zo, 30,2, dat is hier,
En dan teken ik hem hier 30,2. Het is een haakse bocht. We hebben net uitgerekend dat dat 5,5 is. Dus dan moet ik 5,5 terugrekenen. Daar zet ik weer een streepje. Dan kan ik dit nu buigen. Simpel. Even kijken. We komen zo omhoog. En we gaan die kant op opzij. Dus we doen eerst zo. En dan gaan we opzij. Op deze wijze. Hou wel even rekening mee. Deze moet wel recht staan. Zo. Kijk even langs. Als die recht is. Dan kun je gaan buigen. Ja, ik vind hem redelijk. Oké, dan gaan we hem nu buigen. Hop. Hallo. Oké. Nou, we zijn er bijna. We moeten nog één bochtje tekenen. De volgende is 48 plus 7 mm. Dat betekent 48,7. Ik zet hem tegen mijn waterpas aan. En we tekenen hier 48,7. Let wel op dat je niet de verkeerde kant op buigt. En dat is heel goed mogelijk, kan ik je vertellen. Nou, dan moet die weer recht. Nou, hij is redelijk recht. Dan gaan we nu buigen. Ik denk dat hem wel is hoor, hij. Zo. Nou, dit is prima zo, precies hoe ik wil. Dan kan hier een knietje met een puntstukje erop. Let wel op, er zit een pijltje en dat pijltje moet natuurlijk naar de boiler toe wijzen. Dan gaan we deze erop draaien. Nou, dat zit gelijk goed vast. Ik hoef alleen deze aan te draaien. En dan kan die op de boiler aangesloten worden. Oké, heel makkelijk bij om af te sluiten. Ik was iets te enthousiast bezig, maar er moet nog een T-stuk tussen komen voor mijn hoekstopkraantje. Dus geen probleem, even snel de pijpensnijer en lekker een T-stuk tussen maken. Ik heb hier het hoekstopkraantje erop. Deze hoef je niet te verpakken. Die is al voorzien van een mooie pakkingsmateriaal. Ja. Als je de flexibele slangetjes aandraait, hou ze tegen met een waterpomptank dat ze niet meedraaien. Zo voorkom je dat de slang kapot knikt. To find a way to let me down slowly. A little sympathy I hope you can show me. If you wanna go then I'll be so lonely. If you're living could you let me down slowly. Let me down, down, let me down, down. Let me down, let me down, down. Let me down, down, let me down. If you wanna go then I'll be so lonely. If you live on, could you let me down slowly. Wil je weten hoe deze klusavontuur verloopt? Kijk dan deel 2, want daar valt veel te leren. Vergeet niet een dikke duim omhoog te geven en abonneer je op mijn kanaal. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Bye!